Welkom op de ontginningsgrens. Een bosje in de polder is nooit zomaar een verzameling bomen. Zoals alles in het Hollandse landschap zijn ook de bomen functioneel: geriefhout voor het maken van gereedschap, een koebocht om in het duwtje te kunnen melken midden op het land, een ecologische steppingstone voor de vlinders of een pestbosje. Een pestbosje is een bosje waar boeren in vroeger tijd hun aan een ziekte overleden vee begroeven. Zogenaamde pest- of mildvuurbosjes. Al naar gelang de ziekte waaraan het vee gestorven was. Vroeger moest je als boer namelijk zelf zorgen voor het afvoeren van de kadavers. Dus de boeren groeven een groot gat in de grond, stortten daar de kadavers in, zand erover en bomen erop. Want de rest van het vee mocht niet te dicht bij deze begraafplaatsen komen. Want bijvoorbeeld de mildvuurbacterie blijft 60 jaar actief. Dus voor je het weet heb je hem weer in de stal. Maar een stuk land niet gebruiken, dat kan ook niet. Dus zetten de boeren er bomen op voor het gerief. Voor gereedschapstelen, paaltjes, klompen en brandhout. En hoe zit het dan met de bomen die hier staan? Waarom staan die hier? Het zijn geen pestbosjes, koelbochten of wilgenakkers. Als u goed kijkt ziet u het. De sloten die honderden jaren geleden zijn gegraven om dit land droog en bewerkbaar te krijgen, lopen niet parallel, maar komen in een scherpe punt bij elkaar. En op zo'n smal puntje is het lastig draaien met de trekker. Daar heb je aan gras dus niet zoveel. Dat kost veel te veel stuurmanswerk om daarbij te komen. En wat doe je dan met zo'n onbruikbaar overhoekje? Daar plont je bomen voor het gerief. Als polderwachter houd ik van uitzicht. En dan staan bomen al snel in de weg. Dus ik ben wat argwanend waar het gaat om bosvorming in de polder. Maar ik wil je niet de indruk wekken dat ik tegen alle bomen ben. Ik wil alleen onderscheid maken tussen goede bomen en foute bomen in de polder. Goede bomen accentueren iets. Een boomgaard bij een boerderij, een rij knotwilgen langs de sloot of populieren langs de weg. En ik ben een fietser, dus ik kan wat struikgewas langs de weg die je bij tegenwind een luwtje biedt ook best waarderen. Dus ik zie van deze pestbosjes natuurlijk ook wel een goede kant. Zo bieden zij een schuilplaats voor verschillende diersoorten en geven ze schaduw aan het vee op hete zomerdagen. En voor onze nieuwe biogasenergie hebben we in de nabije toekomst ook veel hout nodig. Dus dat is een kwestie van regelmatig snoeien. En zo voorkom je ook meteen de foute bomen. Dat zijn de bomen die een bos vormen in de polder, waardoor je door het bos de goede bomen niet meer kan zien.